Wij bevinden ons op het ogenblik in de voormalige Rijks-HBS, de voormalige RSG, oftewel de Driemark. De school is al een tijdje gesloten, maar de zorggroep Percura heeft er woeste plannen mee. En bij mij staat de heer Frank Sanders, directeur van Percura Zorggroep. En wij gaan eens even praten over de plannen die u heeft met dit toch wel fraaie gebouw. Het wordt iets helemaal in de sfeer van de gezondheid. Klopt. Ik noem het altijd gezondheidszorg nieuwe stijl. Ja. Wij projecteren ons op de, zeg maar, de particuliere markt, hè, niet op de reguliere markt. En in dit prachtige gebouw, wat je zojuist ook terecht opmerkt, gaan wij een bepaalde fase in samenwerking met het SKB, ja, en de marktpartij Arresveld BV, ja, in combinatie met de gemeente Winswijk. Dit is het hoofdgebouw. Ja. Wat gaat hier plaatsvinden? Aan de voorkant van het hoofdgebouw komen 15 eenheden somatiek. Voor mensen die verklaar u nader. Somatiek wil zeggen mensen met een indicatie, maar die, ik zeg het maar even op z'n Hollands, nog wel verstandig goed bij in orde zijn, maar een bepaalde zorg nodig hebben. En die worden dus aan de voorkant gesitueerd. De zijgevel van het pand komen 12 eenheden tijdelijk verblijf. Dat wil zeggen mensen die na operatieve behandeling of een behandeling in het ziekenhuis of op een andere wijze thuis niet kunnen blijven, die kunnen hier tijdelijk opvang krijgen. Een soort zorghotel? Ja, nou, het woord is correct. En aan de achterkant komt een hoed. Daar komt een hoed, wil zeggen alles onder één dak. Een huisartsenpraktijk, een polo- en ergotherapeut, een apotheker, een totaliteit, zeg maar, medische voorziening. Dat is eigenlijk het. En dan het middengebouw, het middenstuk waar we hierin staan, ja, dat wordt een binnentuin. En daar komt dan de dagactiviteiten, dus de totale dagbesteding voor de mensen, zowel voor het somatische gedeelte, voor het tijdelijk verblijf, maar dadelijk ook voor plan B, noemen wij het maar even, aan de achterkant op het nu nog atletiekbaan, komt er een huis voor mensen met dementie, PG. Dus somatiek en psychiatrie in feite? In zijn totaliteit, ja. Okay. Even een praktische vraag, de voorgevel, want die blijft toch wel in stand? Nou, ik zal het nog extremer vertellen. Het alles monumentale aan de buitenkant blijft intact zoals het nu is. Stel ik er nog, we willen het naar een bepaald terugbrengen naar het verleden. Nou, dat is in ieder geval een geruststellende gedachte, want er is al genoeg ouds tegen de vlakte gegaan hier. Ja, laten we het hebben over de planning. Het is een initiatiefovereenkomst is er geweest met de gemeente. En hoe gaat het nu praktisch verder? Nou, wij hebben inderdaad een intentieverklaring getekend met de gemeente Winswijk. En vanuit daar zijn we nu op dit moment met de gemeente druk in een planningsfase. Mm-hmm. En in die planningsfase hebben we het totale plan opgesplitst in twee. Het A-gedeelte en het B-gedeelte. En noemen we maar even het gebouw waar we nu in staan is plan A. En plan B is de atletiekbaan. Het is wel een totaalplan. Dat even voor de helderheid, maar je hebt natuurlijk ook met het aanvragen van bestemmingsplanwijzigingen, ja, vergunningen, dus dat zijn trajecten die nog wel wat tijd in beslag gaan nemen. Ja, het bestemmingsplan, daar kunnen weer bezwaren tegen gemaakt worden? Zoals altijd in Nederland kun je overal bezwaar tegen maken en als het gegronde bezwaren zijn, moeten we daar serieus naar kijken. Uiteraard, ja. Financiën, het gaat natuurlijk een waanzinnige klauw geld kosten. Ja, nou, ik heb het ook al tegen de pers gezegd, uiteraard zal het niet gratis zijn en er zal nog geen aannemer in deze wereld te vinden zijn die het gratis gaat doen. Er zit een behoorlijke investeringspost aan en daar hebben wij meerdere partijen voor. Dus dat is min of meer gedekt? Dat is min of meer gedekt, ja. Komt er nog subsidie van de provincie of wat? Nou, dat is die fase zitten we nu, van, om te kijken, omdat het natuurlijk ook een monumentaal pand is. De gemeente Winswijk en de Procura Zorggroep zijn daar op dit moment over in gesprek. U had er ook over dat er een lage samenwerking is ook met het toekomstige gezondheidspark Arresveld. Dat is bij de streek koningin Beatrix. Hoe gaat die link liggen? Nou, dat is een hele duidelijke link. De zorgtuin de Zonnebrink, hè, zoals we het gaan noemen, zoals het gaat heten, zo moet ik eigenlijk zeggen, gaat in samenwerking met het gezondheidspark Oost-Achterhoek. Daar is een stuurgroep voor opgericht, waar het SKB in zit en de gemeente Winswijk en de Procura Zorggroep en de Arresveld BV. En voor het gezondheidspark is mevrouw Bakker, Rietbakker in de volksmond genoemd, de kartrekker van. En in die stuurgroep gaan we kijken van nou, hoe de combinatie met het gezondheidspark en de zorgtuin ineen geschakeld kan worden. Nou, wat ik nu net al zei, het is een vrij innovatief geheel, want het is nieuw in Nederland. Het is ook het eerste park zoals het er komt. Het is er niet. En dus vandaar ook dat we daar wel met z'n
met de vier partijen waar we het mee doen, een vooruitstrevend verhaal hebben. Dat kan ik wel zeggen, ja. Dus ook samenwerken met het streekziekenhuis? Ja, nou wat ik ook al zei, de tijdelijk verblijfruimtes hier in de Zonnebrinken doen we gezamenlijk met het ziekenhuis. Nou, in die fase zitten we nu ook. Nu hebben we veel gesprek met de directeur van het ziekenhuis, Hendrik Jansen. Nog wel, maar ik, gezien zijn voedingsboden in het ziekenhuis, zullen die plannen breed gedragen zijn. En zijn wij niet zo heel erg bang dat zijn opvolger of de mensen in het ziekenhuis nu in één keer van gedachten zullen wijzigen. Ik denk als alles mee zit dat we na de zomervakantie volgend jaar plan A kunnen uitvoeren. Maar dan moet alles mee zitten. En ik denk gezien het feit dat we het pand laten bestaan en ook willen laten terugkomen zoals die is. Met een stukje zorg wat denk ik in een regio als hier in Winterswijk gemeente, het gezondheidspark Oost-Achterhoek erbij, is het een vrij uniek project. Ik denk dat daar in mijn beleving moet daar heel veel medewerking voor zijn. Laten we het hopen. Ook u danken voor deze toelichting en veel succes. Dank u wel.